Wat is de leer van Jan van Ruusbroeck? De inhoudelijke kern van wat hij schrijft. Om dit te begrijpen moeten we ons realiseren dat hij schrijft voor gelovige christenen. Meer nog, voor mensen die het gelovige leven met God echt ernstig nemen. En de kern van wat Ruusbroeck hierover zegt, kunnen we zien in het leidmotief van zijn hoofdwerk, De Geestelijke Bruiloft. Dat leidmotief, dat de ruggengraat vormt van het gehele boek, is één enkele zin, genomen uit het Evangelie van Matteüs. Zie, de bruidegom komt, ga uit om hem te ontmoeten. Deze zin bevat vier elementen die, naar zijn mening, cruciaal zijn voor het christelijke leven. Het eerste is zie. Voor Ruusbroeck houdt dit in dat de mens wezenlijk open is en ontvankelijk. Hij heeft niet alleen open ogen, maar ook een open geest. En Ruusbroeck sluit hier aan bij een oude contemplatieve traditie die in de middeleeuwen hoog gewaardeerd werd. Het tweede is de bruidegom komt. De bruidegom is een beeld voor God, God die de mens bemint. En dus, zie, kijk, er is iets te zien. Wat? Wel, de komst van God naar de mens toe. Nog voor de mens iets kan doen om God te naderen, komt God al naar de mens toe. Het derde element is, ga uit. Tot het christelijke leven hoort wezenlijk, volgens Ruusbroeck, dat de mens niet in zichzelf besloten is, maar gericht is op de ander, als ander. De mens moet uit zichzelf treden, uit de beslotenheid van het narcisme naar de ander toe. En dus vooral naar de ander met hoofdletter, die op een absolute manier ander is. Dit uit zichzelf treden is dus een gevolg van dat vorige element, namelijk de verwondering dat die ander naar mij toe komt. Het vierde element is om hem te ontmoeten. De ontmoeting met de ander is het doel. Daar is het leven voor bedoeld. Daar vinden mens en God hun geluk. Net zoals mensen onderling hun geluk vinden in de liefdesontmoeting. We zien hier een visie op mens en God die fundamenteel relationeel is. Geen in zichzelf gesloten werelden die af en toe even met elkaar in contact komen. Nee, God en mens staan in een wezenlijk verband. De structuur van hun bestaan is relationeel. En dus is het geluk en de vervulling gelegen in de ontmoeting. Geen wonder dat mensen gelukkig zijn wanneer iemand van hen houdt en dat het verlies van de liefde zo'n pijn doet. Mensen zijn immers in hun structuur relationeel, vinden hun geluk in de ontmoeting met de ander. Dit is zo op intermenselijk vlak en nog veel meer voor de ontmoeting met de totaal andere die God is. Zie, de bruidegom komt, ga uit om hem te ontmoeten. Deze vier elementen vormen de ruggengraat van Ruusbroecks leer. En hij beschrijft elk van die elementen nu op drie niveaus, die alle drie aanwezig zijn in de geloofsbeleving, maar niet bij iedereen even expliciet. 1. Het actieve leven. Het eerste niveau is dat van de godsdienstige daden, het ethische leven, het actieve leven van de gelovige mens die naar best vermogen tracht een goed mens te zijn. 2. De verbondenheid met God. Het vorige heeft een binnenkant, namelijk die van de vriendschap met God,
de verbondenheid met hem. Dat is het tweede, innerlijk niveau. Het is de binnenkant die niet uiterlijk zichtbaar is, net zo min als intermenselijke vriendschap als zodanig zichtbaar is. Maar ze is wel reëel. De vriendschap drukt zich uit in daden, maar kan niet tot die daden gereduceerd worden. En zo ook, volgens Ruusbroek, de wederzijdse vriendschap tussen God en mens. Dat is het niveau van de innerlijkheid. Het is de ziel van de godsdienstige daden. Trouwens, niet iedereen is zich daar ervaringsgewijs van bewust. En tot slot, 3, de absolute liefde. Die binnenkant, die heeft nu volgens Ruusbroek op zijn beurt ook nog een binnenkant, welke slechts door heel weinig mensen ervaringsgewijs gekend wordt. Dat is dus het derde niveau en het betreft het diepste mysterie van elke mens, namelijk dat elke mens geworteld is in de eeuwige, absolute, grondeloze liefde. De liefde die de oorsprong is van het bestaan, van de kosmos, van tijd en ruimte. Dit derde niveau is wel in de mens, maar het overstijgt het ik. Het is dieper dan het ik. Het is de diepte waarin de mens geworteld is. Namelijk de goddelijke ander, die liefde is. Die onvatbare en onzichtbare mysterieuze liefde wordt heel soms door mensen ervaren. En, zo zegt Ruusbroek, wanneer ze dit plots en onverwacht ervaren, dan overvalt hun een geluk dat met geen enkel ander geluk te vergelijken is. En waar leidt het dan allemaal toe? Dat die mens, die mystieke mens, helemaal een mens voor de anderen is. Iemand die niet meer met zichzelf bezig is, maar die met grote overgave de mensen, de wereld, de hele schepping kan beminnen en er zorg voor dragen.